sta vanuit Nieuwsport. Nou, nu zie je het ook heel erg goed. Dus welkom. We hebben 3 digitale cafés en 1 clustertje, zou ik zeggen. En dat gaat over het verschil tussen een gewoon regeerprogramma of een duurzaam coalitieakkoord. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we willen en waarom we allemaal actief zijn met de SDG's. Jullie zitten allemaal digitaal en wij zitten hier met het kleine gezelschap. Nou, wat is nou het SDG-café? Sommigen van jullie komen vaker, maar sommigen ook voor de eerste keer. Het SDG-café is een initiatief van 5 wilde brassen, zou ik moeten zeggen, denkers en doeners, die bezig zijn in allerlei posities binnen de SDG's en die af en toe echt punten willen agenderen. Iets waarvan wij vinden dat dat te weinig aan de orde komt. En we doen dat als vrijwilligers. Dus we zijn autonoom en wij kunnen agenderen wat we willen. En we hoeven ook nooit rapporten te schrijven, want we krijgen geen subsidie. Dus wij kunnen ons helemaal overgeven aan het debat met u, met ook als doel jullie met elkaar in contact te brengen. Hele verschillende vanuit allerlei hoeken en gaten en vanuit alle SDG's. En daarom wil ik jullie allemaal oproepen om mee te doen in de discussie, vragen te stellen, maar de camera aan te laten, want anders zien we je niet. En het is een café tenslotte. En je gaat naar een café om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien, een gesprek te voeren. Soms wat zwaarder, soms wat luchtiger. Ik word thuis niet begrepen, kun je zeggen. Maar ook om te sjansen. Dat doe je ook. Daarom ga je naar een café. Dus als je iets wilt doen, er is ook een chatfunctie. Dus als je denkt, hé, die zit ook in het café, chat, want dat kan bilateraal, dat hoef ik jullie niet meer uit te leggen. Dus dat is het grote thema. Ik wil graag mijn compagnons voorstellen. Jos Walenkamp is dat. En Ronald Hopman. Rolofs, vreselijk. Ronald Hiel van Schuttelaar en Partners. Het organisatieadviesbureau wat zich helemaal bezighoudt met de SDG's. Jasper Visser van de Stichting 2030. En Lieneke Hoeksema van het CBS. Wij organiseren deze cafés en wij nodigen jullie altijd allemaal graag uit. We hebben gasten en we hebben pitchers. En we nodigen jullie ook steeds uit om het woord te voeren. We hebben vandaag eigenlijk een hele bijzondere dag. Want vandaag hebben wij de launch van een heel belangrijk boek. En ik meen echt, het is een belangrijk boek. Ik pak het weer even. Want ik was even naar een andere plek gegaan. En dit boek is geschreven door Joris Voorhoeven. Ik moet het heel officieel zeggen. Professor, dokter, ingenieur Voorhoeven. Heeft een lange politieke achtergrond als Tweede Kamerlid, als staatsraad, als minister, maar heeft ook een lange wetenschappelijke achtergrond. En hij is een trouw cafébezoeker. Nou, dat is eigenlijk ook iets wat je echt op je cv kunt zetten. En Joris heeft een boek geschreven over de SDG's, wat er nou eigenlijk nodig is om de kern van de SDG's te kunnen halen, maar ook waar dat geld vandaan zou moeten komen. En dat is een thema wat ons allemaal diep raakt. Want het gaat wel goed met de SDG's, maar omdat er te weinig financiering is, gaat het soms ook een beetje achteruit. De launch is hier vandaag tijdens het SDG-café en daar beginnen wij mee. En dan komt er een eerste boekoverhandiging. En dat is een verrassende overhandiging en daar kom ik dadelijk op terug. Met groot genoegen en met diep respect geef ik het woord aan Joris Voorhoeven. Dank je, voorzitter. Ja. Staat je voet, maak even naar de andere computer. Zo goed. Mooi. Excuus. Alle deelnemers, die storing, dat hebben we even in het begin, maar straks gaat alles denk ik goed. Hartelijk welkom aan Marieke Koekoek namens de fractie van Volt. Marieke is met 37.000 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer beland. Voor haar dus een nieuw terrein.
En helemaal gericht op internationale samenwerking. En daarom vind ik het ontzettend leuk dat ik het boek straks aan Marieke Koekoek kan aanbieden. Laat ik het even kort samenvatten. Want er staat, denk ik, veel in het boek wat ik helemaal niet kan samenvatten. Heel veel feiten en conclusies. Maar ik kan een korte indruk geven. Ik heb het maar even opgeschreven, want als ik het allemaal ga vertellen, ga ik veel te veel tijd gebruiken. Punt 1. Er zijn eigenlijk geen deugdelijke excuses waarom de duurzame ontwikkelingsdoelen niet op termijn in de hele wereld kunnen worden bereikt. Die doelen volgen uit de internationale verdragen over mensenrechten, alle soorten mensenrechten. En in die zin zijn het eigenlijk verplichtingen van regeringen en van ieder die van die verdragen wil meeprofiteren om ze te realiseren. Ze zijn ook uitvoerbaar, die doelen. En bovendien geldt ook hier, waar een wil is, is een weg. Maar bij veel regeringen, bedrijven en andere instellingen ontbreekt die wil en overheerst een zekere schijnheiligheid. Veel beloven, maar weinig doen. Bevolkingen worden vaak voor de gek gehouden met wat ik dan noem fake policies, die de schijn wekken dat de problemen nu eens echt worden aangepakt. Maar de dingen blijven gewoon zo slecht als ze waren. Dit kleine boek toont aan dat het wel kan om ieder van schoon drinkwater, genoeg voedsel, fatsoenlijke sanitatie, eenvoudig basisonderwijs en essentiële basisgezondheidszorg te voorzien. En vooral dat laatste is natuurlijk nu door de COVID-crisis nog veel belangrijker dan ooit. En het was eigenlijk tot mijn eigen verbazing, na het bekijken van een enorm aantal studies van internationale organisaties en wetenschappelijke instellingen, hoeveel dit allemaal kost, dat mijn rekensom uitkwam op niet meer dan 2% van het bruto wereldproduct. Als we dus alle nationale producten bij elkaar optellen. Niet meer dan 2 cent per euro of 2 cent per dollar. En in die berekening, die niet te optimistisch is, heb ik nog een post van 50% onvoorzien gestopt. Als bescherming tegen misschien een optimistisch vooroordeel. Daar zit dus ook een ruimte in tegen tegenvallers en de berekening is niet te rooskleurig. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om geld. Geld is er genoeg. De wereld barst van het geld. Het probleem is, de meeste leidende kringen geven aan de noden van de allerzwakste geen werkelijke aandacht. Er wordt wel met de mond wat beleden, maar het krijgt geen werkelijke aandacht. Aandacht is er wel voor allerlei andere doeleinden. Vaak luxe of zelfs schadelijke zaken, waar ontzettend veel aan wordt uitgegeven. In ons goede land zijn we nu veel rijker dan in de laatste 20 jaar. En voor die laatste 20 jaar gaven we een redelijke hoeveelheid ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding. Namelijk 1/17 van 1% van het nationaal inkomen. Ook nog niet zo vreselijk veel. Maar daar hebben we vele miljarden op bezuinigd. Terwijl we jaarlijks tientallen miljarden aan dingen uitgeven die helemaal geen eerste levensbehoefte zijn. Nou, suggereer ik met die opmerking over onszelf niet dat de rekening van de basisbehoeften van de hele wereld allemaal bij de rijke landen moeten worden neergelegd. Want dat werkt politiek niet. En moraliseren werkt meestal ook niet goed. Ik merk op dat 70% van de investeringen in ontwikkelingslanden vanuit die landen zelf wordt gefinancierd. Zij zouden zich ook zelf veel sterker op armoedebestrijding kunnen richten. Heel veel ontwikkelingslanden hebben een rijke bovenlaag en een arme geëxporteerde hele brede onderlaag. Nou, een eenvoudige rekensom leert dat als landen zoals Nederland en alle andere welvarende landen zich zouden houden aan de gouden regel afgesproken in de Verenigde Naties om 1/17 van 1% van het nationaal inkomen aan internationale hulp te besteden. En als die dan ook echt op armoedebestrijding zou zijn gericht, in plaats van exportbevordering of steun aan slechte maar bevriende autocraten, dan zouden we de doelen van de VN heel goed kunnen verwerkelijken. Dan is die benodigde 2% voor de allerarmsten best voorhanden. We zouden daar allemaal van profiteren trouwens, ook de rijken. Er zouden dan op termijn 2 tot 3 miljoen
miljard meer gezonde, beter opgeleide en productieve mensen in de wereld zijn, inzetbaar om dringende mondiale vraagstukken aan te pakken. Zowel voor de veiligheid van natuur en milieu, als voor menselijke veiligheid, human security, zoals we dat tegenwoordig noemen. Wat is dan het hoofdprobleem? Als geld niet het hoofdprobleem is. Het hoofdprobleem is machtsmisbruik. Zo eenvoudig is het. Gericht op het korte termijn voordeel van de meest gewiekste personen. Zo simpel is het. Ik concludeer dat het beste instrument voor verbetering een ingrijpende belastinghervorming is. Waarbij op de eerste plaats de geheime financiële locaties moeten worden aangepakt. Geheim bankieren en investeren jaagt de criminaliteit overal in de wereld aan en de corruptie en verzwakt overal goed bestuur. Nou zijn belastingen sterke gedragsprikkels, die zijn niet neutraal. Ook gewone mensen wringen zich in allerlei bochten om er te vermijden dat ze veel belasting moeten betalen. Dat weten we ook van onszelf. Dan is belastinghervorming dus een veelbelovend middel om tot beter gedrag te prikkelen. Ik zou zeggen, begin met het grote geld, pak het geheim bankieren aan, zoek het zwarte geld op, jaag op de onderwereld. Tegelijkertijd verlaag de inkomstenbelasting op de laagste arbeidsinkomens, want dat is eigenlijk een straf op hard werken. Verhoog de belasting op milieuvervuiling, op obscene hoge inkomens en op zeer grote vermogens, die verbazend weinig belasting betalen. En verhinder de belastingontwijking door de global corporations en de internetgiganten. Sommige daarvan betalen maar 1% van hun jaarlijkse omzet aan belasting. Blokkeer zowel de frauduleuze als de legale sluipwegen, waar de witte bordencriminaliteit heel veel gebruik van maakt. En ook de minder chique handel in illegale drugs, wapens en vluchtelingen. Alleen al bijvoorbeeld één onderwerp, de BTW-criminaliteit. Dat is het handelen in nepbrieven met BTW. In de Europese Unie kost ons als lidstaten ongeveer 100 miljard euro per jaar. Dat noemt men een zogenaamde slachtofferloze handel in valse rekeningen. En daar maken onze ministers van Financiën zich niet druk genoeg op. Maar ieder van ons is er slachtoffer van. Omdat onze staten, dus onze scholen, onze ziekenhuizen en onze politie, om maar wat te noemen, onder geldgebrek lijden. En die zouden die 100 miljard uitstekend kunnen gebruiken. En laat ons mooie vader- en moederland nou eens een goed voorbeeld stellen in eerlijke, eenvoudige en effectieve belastingheffing. Laag op arbeid, hoog op vermogen en onteigenend hoog op crimineel of geheim geparkeerd vermogen. Om dat te doen is er wel een sterke wil nodig van het nieuwe kabinet. En ook grote financiële deskundigheid, die al die zeer hoog opgeleide met de bordencriminelen kunnen verslaan in hun kunstje. Daar zijn energieke jonge politici voor nodig, die geen onderdeel van het systeem zijn. Die niet gevoelig zijn voor gewiekste pressie van economische belangengroepen. Die altijd komen uitleggen waarom iets niet verstandig zou zijn om te doen. Omdat ze dan allerlei knappe mensen zouden wegjagen uit ons land. We hebben jongeren nodig die over de grenzen willen gaan van wat doenlijk lijkt. En Europa tot een sterke speler op het wereldtoneel terrein maken. En daarom wil ik het boek met deze boodschap aan Marieke Koekoek van Volt aanbieden. Die met zoveel voorkeursstemmen is gekozen. Kom ik hier staan, Greg. Marieke, in de hoop dat zowel de Tweede Kamer als de regering hier werk van gaat maken. Dank je wel. Alsjeblieft. Heel erg bedankt. Jongens, hartelijk dank. Indrukwekkend. En Marieke, ik heb een hele mooie zin over jou gelezen voordat je reageert op Joris. Want je motivatie formuleer je als: ik ben rechten gaan studeren vanuit de overtuiging dat iedereen altijd veilig moet zijn. Grondrechten eerst. Je hebt heel wat aangereikt gekregen. Zeker. Ga je gang. Reageer. Ja, nou ja, hartelijk dank. Niet alleen voor de uitnodiging, maar eigenlijk ook voor het schrijven van het boek. We hadden het net eigenlijk al eerder even over. Eigenlijk is het een soort handboek
voor het ridderen dat we aan het gaan komen. In de zin van, op het moment dat we dit voor elkaar krijgen, dan zijn er een heel aantal andere problemen eigenlijk ook opgelost. En we hadden het net al even over, hoe zei het al, er zijn natuurlijk altijd redenen, of er lijken redenen om waarom het moeilijk zou zijn, of waarom het niet handig zou zijn, of niet opportun. En dat vind ik eigenlijk ook mooi aan het boek, dat er, het is eigenlijk een hele goede handleiding van waarom dingen die ingewikkeld lijken, en niet opportun, waarom die eigenlijk gewoon wel kunnen, waarom ze effectief zijn en waarom er genoeg geld is. Dus alle argumenten om iets niet te doen, zeg maar, worden van tafel gevecht. Dat vind ik ook heel handig. Dus ik zal het ook zeker bij me blijven dragen. Mocht ik ooit in dat gesprek voor dit komen, dan heb ik een goede argumenten nodig. En wat ik heel mooi aan vind is ook dat eigenlijk het wordt heel vaak gezegd, we moeten landen helpen, want het is een morele plicht. En daar sta ik eigenlijk achter, daar komt die quote ook eigenlijk vandaan. Want dat was ook echt mijn overtuiging om het recht te studeren, dat ik daar een klein beetje invloed op. Maar ik denk, met name ook als het gaat over de basisbehoeften, het gaat verder dan een morele plicht. Het is eigenlijk ook gewoon heel zinnig en pragmatisch en bijna egoïstisch. In de zin van, het is ook goed voor ons. En het is niet een kwestie van, we gaan mensen helpen uit altruïsme, maar we gaan ook mensen helpen omdat je daarmee de hele wereld vandaag hebt. En ik denk dat we daar ook een soort paradigma shift in ons denken nodig hebben. Dat het niet alleen maar gaat om, we gaan steunen. Maar dat we juist ook zeggen van, je kunt kansen en uiteindelijk creëer je beter dat voor jezelf. Ik vind dat corona op dit moment daar het beste voorbeeld van is. En het feit dat een heel aantal ontwikkelingslanden bijna alle weinig tot geen vaccinaties tot hun beschikking hebben, is een bedreiging eigenlijk. Dus dat voor iedereen, voor ons in Nederland en Europa ook weer. En ik vond uw voorbeeld van onderwijs ook een hele goede. Toegang tot onderwijs gaat uiteindelijk ook mij weer gebruiken. En ik denk dat we daarin, dus die paradigma-shift moeten maken en dat we een volgende denkstap moeten maken waarin we afgaan van het idee van directe reciprociteit. Dus dat je direct door middel van ons van alleen de export soort van terug moet krijgen wat je investeert als Nederland of als Europa. Maar dat je naar de lange termijn toe moet kijken. Een deel van wat u zei, het gaat ook heel erg over samenwerken. En dat je daarmee veel verder komt. Nou, dat is ook een reden voor mij om aan te sluiten bij VOLT. Dat je op het moment dat je Europese samenwerking inzet, dan ben je eigenlijk al een heel stap verder dan wanneer je iets vanuit Nederland probeert te bereiken. En dat is ook eigenlijk wat we nu met VOLT willen gaan doen, met name ook op een ontwikkelingssamenwerking. Goed kijken naar waar kunnen we als Nederland en als Europa met name de eerste stap zetten in die verdere harmonisatie die nodig is. En die regels die u net beschreef, van het feit dat belasting kan worden ontdoken, dat er eigenlijk ook een soort legale route is om geen maatschappelijke bijdrage, want eigenlijk is belasting in Friesland, om dat niet te betalen. Dat regelnetwerk moet je veel nauwer aan elkaar richten. En dat is iets wat we met VOLT ook willen doen. We hebben niet alleen gezegd van, we willen terug naar 0,7 van het internationaal product, daar hebben we het stembusakkoord voor getekend. Maar we willen juist ook werken aan fiscale hervorming vanuit Nederland en dan eigenlijk toe naar heel Europa, zodat je al een hele grote stap hebt gemaakt met het harmoniseren van de belastingregels aan de buitengrenzen. En op het moment dat Europa iets doet, dan wil het nog wel eens gebeuren wat de rest van de wereld volgt. Dus ook daarin kunnen we eigenlijk een hele grote stap maken de komende jaren. En ik denk dus dat we, als we dat doen eigenlijk, ons denken een beetje verzetten en zeggen van juist die samenwerking in verdere harmonisatie leidt ons veel meer controle over waar wij bepalen dat het geld naartoe gaat en wat onze waarden zijn. Dat we ook onze soevereiniteit eigenlijk weer een beetje terugkrijgen. Want op dit moment zijn we die kwijt. Dus er zitten eigenlijk allemaal win-win situaties aan het echt actief. Ik heb vorige dag aan al die sociale, sustainable development goals kunnen voldoen. Dus dat heeft te maken met langer termijn denken, maar ook met samenwerken en vooral met het loslaten van het idee dat we als we aan ons eigen belang handelen, dat we dan per definitie niet handelen vanuit een soort holistisch belang. Dus dat daar gaat VOLT zich voor inzetten. Dat is ook een beetje inherent aan VOLT. En daarmee gaan we dit boek ook heel erg goed gebruiken. Dus dank u wel. Dank je zeer. Heel fijn dat je zegt. Blijf nog even hier staan. Want u heeft nou net jullie allemaal het verhaal van Eurosport en van. Ik kan me zomaar voorstellen dat er vragen vanuit de zaal komen. Wie wil? Kan ik handjes zien? Suzanne Sule, zie ik. Ja, hartelijk dank. Kunt u mij horen?
Kunt u mij horen? Kunt u mij horen? Ja hoor, ik kan je horen. Oh, prima. Hartelijk dank. In de eerste plaats mijn hartelijke felicitaties voor Joris Verhoeven voor zijn boek. Want het is altijd zeer interessant over de onderwerpen zoals poverty nieuwe inzichten te kunnen krijgen. En we zijn een beetje gewend aan de positieve ontwikkelingen te waarderen en te vergeten dat er zijn nog heel veel arme mensen globaal en zelfs in Europa, bijvoorbeeld in Oekraïne. In de eerste plaats mijn grote waardering voor het schrijven van dit boek. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Dit is de eerste keer dat ik bij STG Café deelneem en ik vind het een zeer interessante ervaring. Mijn vraag aan Joris is de volgende. Enkele jaren geleden heb ik met grote vreugde het boek van Factfulness gelezen van Hans Rosling. En ik was heel blij om verschillende statistieken te lezen en zien die hadden een zeer positieve lading. Bijvoorbeeld met betrekking tot de extreme poverty rate from 1800 to today. Als men naar deze grafiek kijkt in zijn boek, het is gewoon fantastisch. Want tussen 1800 en 1966, de extreme poverty in de wereld heeft niet eens gehalveerd. En tussen 1966 en 2017, de percentage van 50% van de wereldbevolking is naar minder dan 10% is gedaald. En dat vond ik persoonlijk een fantastische goede ontwikkeling wereldwijd. En ik vraag me af welke statistieken hebben toch de urgentie van poverty globally toch weer op de agenda gezet. Suzanne? Ik heb een gedeelte van je vraag niet gehoord, maar wil je even heel concreet een vraag formuleren voor Joris en of Marieke? Ja. Eén zin. Ja, dus mijn vraag is dat ondanks de positieve ontwikkelingen globaal de afgelopen 50 jaar, wat is de aanleiding om weer poverty op de kaart te plaatsen? Ja, duidelijk. De vraag is, en wat is de aanleiding om armoede weer op de kaart te plaatsen, gezien het feit dat in de afgelopen 50 jaar het aantal armen relatief economische groei. Zal ik kort op antwoorden. Het gaat mij niet om de relatieve aantallen, het gaat mij om het absolute aantal. Een enkel voorbeeld. Toen ik tropische landbouw ging studeren in Wageningen, 56 jaar geleden, was een van de eerste dingen die ik oppakte, er zijn 300 miljoen mensen die dagelijks te weinig te eten hebben. Weet je wat dat aantal nu is? Meer dan 900 miljoen. Met andere woorden, het beleid dat we tot nu toe hebben gevoerd, heeft die grote schade niet uitgewist. Ja, sorry dat ik even stoor. Sorry dat ik even stoor, maar er gaat iets mis met de microfoon. Ja, microfoon uit, dan doen we deze. Oké. Ja. Sorry. Het aantal mensen in de wereld dat essentiële basisbehoeften ontbeert. Mensen die geen betrouwbaar drinkwater hebben. Mensen die geen onderwijs krijgen. Mensen die geen basisgezondheidszorg hebben. Het aantal mensen dat dagelijks honger lijdt is toegenomen. Hoewel er heel veel mensen uit de armoede zijn gekomen, vooral door de sterke economische groei in Azië. Maar de laatste 2-3 jaar groeit het aantal weer. En dat wordt door de coronacrisis verergerd.
En als we kijken naar de demografische ontwikkeling, er komen in Afrika nog ongeveer 2 miljard mensen bij. En dat is niet het continent waar het allerbeste beleid wordt gevoerd. Houdt men hard vast over de groei van de aantallen die helemaal op de bodem van de wereldmaatschappij leven. Het wordt dus dringender dan ooit. Zie ik nog handjes in de zaal? Digitale. Erik Bloembergen. Ga je gang. Unmute. Unmute, oké, okay, yes. Gelukkig. Ging je niet alleen hier mis. Joris, ik heb een hele simpele vraag. Hoe kijk jij tegen de grondstoffenpolitiek die volgens mij mondiaal momenteel manifest is? Ik chargeer nu. Volgens mij is de grondstoffenpolitiek van bepaalde landen bijna een moderne vorm van slavernij zoals wij die in ons duister verleden kennen. Ik weet niet, volgens mij is dit misschien wel essentiëler nog dan ontwikkelingssamenwerking. Graag een reactie. Ja, het verbaast mensen om vast te stellen dat er in de huidige wereld meer slaven zijn dan toen de slavernij werd afgeschaft. Dat komt door de mensonwaardige arbeidsomstandigheden van veel mensen in Afrika en vooral Latijns-Amerika, maar ook in bepaalde delen van Azië. En dat komt doordat mensen, vaak al van kinds af aan, eigenlijk in een soort gevangenschap keihard moeten werken om alleen maar hun brood te krijgen op het kommetje rijst en verder geen enkel recht hebben. Dus het probleem wat u aan de orde stelt is heel ernstig. Dat is moderne slavernij, waar eigenlijk vrijwel alle landen aan meedoen en van profiteren, direct of indirect. En dat moet natuurlijk stevig worden aangepakt. Ik ben er in het boek niet diep op ingegaan, maar ben diep ingegaan op de mogelijkheden om dus de nodige gelden te verzamelen om die de meest essentiële basisbehoeften te gaan financieren. En ik denk dat we een andere gelegenheid moeten kiezen om de vraag die u terecht stelt verder uit te diepen. Dank je. Ik zie ook een vraag bij Dick Bol. Wil je ook nog reageren? Of ja, graag. Kom zo. Dick Bol. Nou, mijn complimenten voor dit boek en ook voor de timing voor het boek. Ik bedoel, timing voor het boek. We zijn natuurlijk op weg naar een nieuw regeerakkoord. Ik weet niet wanneer het komt, maar er komt ook de SDG Nederland, die organiseert ook een campagne voor een duurzaam regeerakkoord. En wij gaan Stedenbond Haarlemmutare samen met de Pretterij en SDG Nederland, die gaan op 12 mei daar een online debat over organiseren. Helaas online, omdat het... omdat de corona nog rondwaart. Maar het debat wordt volgens mij heel interessant. En ik zou het heel leuk vinden als zowel Joris als Marieke aan dat debat zouden willen deelnemen. En het geldt trouwens voor iedereen. Want ik denk dat het een heel waardevolle aanvulling is om weer eens met internationaal te gaan kijken. Dat is in de afgelopen jaren behoorlijk verdwenen, zullen we zeggen, van de raden van politici. Dankjewel. Een overhandiging om Haarlemmutare te ondersteunen. Ja, en daar gezamenlijk aan het debat deel te nemen. Dat nemen we aan. Ja. Nou, Dick, die heb je binnen. Zie ik nog handjes? Dus een ik zie gebruiker Wouter. De chat van Abiola, Joris. Chat van Abiola. Gebruiker Wouter, graag even de microfoon. Wouter, de microfoon. Ja. Zo beter? Ja, zo kunnen we je horen. Ja. Ja, microfoon is weer uit. Wouter, de microfoon is uit.
Is het nu beter? Ja, nu is het beter. Nu hoor. Ja? Oké. Okay. Nou, ik herhaal even. Ik wilde ook heel graag mijn bijzondere waardering uitspreken voor dit buitengewoon belangrijke en goede boek van Joris. Ik heb het gelezen. Joris, je hebt mij een paar maanden geleden het eerste conceptmanuscript gestuurd en gevraagd om een voorwoord te schrijven. Dat is dus opgenomen in het boek. Daar ben ik over voor vereerd. En ik heb nu maar één vraag. En dat is, gaat dit boek ook geagendeerd worden voor de Adviesraad Internationale Vraagstukken, waarvan jij bestuurslid bent? Dat lijkt me namelijk zeer de moeite waard om dat te doen. En misschien ben je dat ook al van plan. Dank Walter. Ik ben inmiddels geen lid meer van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ik ben tot voor kort vicevoorzitter daarvan. Maar ik stuur aan alle leden toe. Want ik heb in die vergadering wel eens opgemerkt dat naar mijn schatting het realiseren van de SDG's niet zoveel hoefde te kosten als sommigen hadden uitgerekend. En omdat dat een beetje onzeker bleek, heeft de AIV hier verder niet over gerapporteerd. Maar nu heb ik het resultaat, dus dat kan ik naar ze toezenden en daar kunnen ze hun voordeel mee doen. Dankjewel. Ja. En het zijn allemaal vragen. Ik hoor het dubbel. Als ik het uitdoe, dan gaat het. Zo. Ik hoor mezelf dubbel. Maar het is een belangrijk moment om dit boek uit te brengen. Want er wordt geformeerd. En dan hebben we in Nederland natuurlijk altijd de behoefte aan een blijkbaar een groot regeerakkoord. Dus dat wordt maanden overlegd en we gaan allemaal weer naar de minister-president. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk gewoon een akkoord. Want dit is toch het akkoord? We hebben de SDG's. Die zijn door nagenoeg alle landen in de wereld onderstreept. Het is een nationale agenda. Het is een internationale agenda. En mijn vraag aan jullie. We hebben toch gewoon al een regeerakkoord. Waarom moeten wij een nieuw regeerakkoord hebben? Dit is het. Dat is een mooie vraag voor Marie. De SDG's zijn het regeerakkoord. Armoede de wereld uit. Honger de wereld uit. Mensenrechten. Ga je gang. Ja. Zonder nou te veel naar Volto te trekken, maar waar ik mij heel erg aan het denken is, kijk, we hebben als Volto de mapping van policies opgesteld, dat is een Europees beleidsprogramma. En dit voelt voor mij als het internationaal beleidsprogramma eigenlijk. Hè? Want dit zijn de zaken waar ieder land zich aan committeert. Dus ook Nederland, dus ook alle andere Europese landen. En dan is een nationaal regeringskoers van Nederland weer een soort vertaalslag die wij ook hebben gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld Nederland heeft ook een beleidsprogramma en een verkiezingsprogramma, maar wel in lijn met het Europese programma. En ik denk dat we er ook zo naar moeten kijken. Waar hebben we ons al voor ingezet? En hebben we ons al gecommitteerd via internationale verdragen, maar ook via, wat je dan hebt, software, dus gewoon afspraken tussen landen onderling. En die dan opvolgen. En dan vooral ook kijken naar wat doen andere landen. En hoe kunnen we zo consistent mogelijk blijven? Joris, nog een aanvulling? Dat is een perfect antwoord. Want, en ook jouw inleiding, Thea. Want die SDG's zijn bindend voor alle staten. Iedereen heeft ze plechtig ondertekend. En ging daarna naar huis. En dacht, we zien wel. En in sommige landen, zoals het gelukkig in Nederland, komen we heel dicht bij de realisering. Daar zijn ook nog behoeften gevonden. Maar in andere landen wordt weinig vooruitgang gemaakt. Dus laat Nederland een voorbeeld geven en dit centraal stellen in het regeerakkoord. Dat lijkt me goed. En niet alleen voor de formatie die nu al aan de gang is, maar volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Die hebben in feite ook al een agenda. En die hebben natuurlijk echt ook al een programma. Ik kijk nog even de zaal in. Ik zie een handje bij Bertrand. Ga je gang. Even unmuten. Dankjewel. Nou, dank u wel. Sorry. Kunnen jullie me goed horen? Ja, dank u wel en gefeliciteerd voor uw nieuw boek. En, een paar maanden geleden, u zei dat investeren in vrouwen van vitaal belang is om armoede te beëindigen. Dus mijn vraag is, de heer Joris, hoe zou u als politicus deze aanpak brengen in landen zoals India,
waar de scholing van vrouwen nog steeds taboe is. Dank u wel. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen. In India verschilt het per deelstaat. Er is ook een deelstaat waar de minister van Onderwijs alle meisjes een fiets geeft, op kosten van de regering, om naar school te kunnen gaan. Maar in andere deelstaten wordt niet zo'n progressief beleid gevoerd. Het is het allergrootste probleem in die landen waar men vindt dat een paternalistische maatschappij moet worden voortgezet en dat vrouwen er zijn om mannen te bedienen. En dat ze dus geen onderwijs nodig hebben. Dat is een gigantisch probleem in een aantal landen in het Midden-Oosten, in een aantal Afrikaanse landen, ook elders. Ook hier helpt de economie ons om verstandiger beleid te voeren. Want het blijkt uit onderzoek dat het investeren in onderwijs, basisonderwijs vooral, aan meisjes die voordien geen basisonderwijs kregen, een geweldig economisch effect heeft. Het heeft een hoog rendement, maatschappelijk rendement. Het betekent ook dat de meisjes en de jongens die geboren worden, beter worden opgevoed. Dus op termijn, op een termijn van 15 à 20 jaar, zie je een geweldige verbetering van de maatschappij. Het is niet voor niks dat die maatschappijen die meisjesonderwijs verbieden of verhinderen of niet goed geven, ook achterlopen op heel veel andere gebieden. Omdat ze de helft van het welvaartscheppend potentieel in de maatschappij eigenlijk terzijde schuiven. Dus het is buitengewoon dom vanuit het eigen belang van mannen en machtigen om meisjesonderwijs te knevelen. En uit de internationale statistieken blijkt ook dat 70 tot 80% van de ernstige armoedeproblemen de problemen van vrouwen en meisjes zijn. Ook in gezinnen met te weinig voedsel zorgt de man er wel voor dat hij voldoende eiwit weet op te eten en dat voor zijn zonen reserveert. Dus armoede is voor 70 à 80% een probleem van vrouwen en meisjes. Dankjewel. Ik heb een paar vragen op de chat. Jan-Willem Oosterbroek of Tim Evers? Wie? Unmute. Ja, hallo, goedemiddag allemaal. Professor Voorhoeven, bedankt voor de mooie introductie. Gefeliciteerd met de officiële uitreiking van uw boek. Ja, ik heb een vraag. Er is veel werk aan de winkel. Als we deze, het bereiken van de doelen willen versnellen internationaal. Er moet dan ook echt samengewerkt worden tussen heel veel verschillende partijen die ook allemaal ambitieus zijn en zich ervoor willen inzetten. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe heeft u ideeën over hoe die samenwerking nou het beste tot stand kan komen? En wat voor stappen er ingezet kunnen worden om mensen die iets willen doen bij elkaar te brengen? Mag ik die doorspelen aan Marieke? Ja? Ja, dat lijkt me een goed idee. Waar ik heel veel vertrouwen in heb, dat staat ook in FOTS, de lijstprogramma's die ik net opnoemde, is de kracht van de dialoog eigenlijk. Die je met name oproept als je met elkaar bijvoorbeeld door middel van een burgerberaad in gesprek gaat. En wij hebben dan ook die ambitie om burgerberaden niet alleen nationaal te houden, maar ook Europees. Volgens mij kan je hetzelfde mechanisme zelfs internationaal doortrekken. En daarmee zet je, we zeggen gewone inwoners, in zoverre als dat je gewoon kan zijn, maar mensen die niet een formele positie hebben, die zet je dan met elkaar aan een tafel, virtuele tafel, en die gaat zaken bespreken. En daarmee kweek je ook wat meer begrip en vaak ook wat meer de wens om echt samen te werken. Dus in plaats van dat je met allerlei kleinere organisaties wellicht zit, die allemaal hetzelfde doel nastreven en een beetje elkaar schaarwaarden zit, kom je meer tot een echt samenwerkingsconstructie daarbij. De een een onderdeel pakt en de ander ook weer een ander onderdeel pakt. En dat moet je denk ik hebben zowel horizontaal, dus de organisatie op dezelfde manier dingen aan proberen te pakken, maar ook verticaal, in de zin van dat je door verschillende bestuurslagen, of dus in dit geval voor internationale, Europese, nationale, lokale samenwerking, al die lagen zijn met elkaar samen te werken. Ik denk dat je dat het beste kan doen vanuit mensen zelf, vanuit eigenlijk experts, hè? Want uiteindelijk zijn denk ik politici meer een soort
intelligent doorgeefluik, dan dat ze echt zelf dit moeten gaan uitzinnen. Vooral gaan luisteren en in gesprek laten gaan. Mag ik iets toevoegen ter onderstreping van wat Marieke zegt? En het belang van Europese samenwerking. Europa is de grootste handelspartner van de arme landen. Europa heeft ook bij elkaar geveegd het grootste budget voor ontwikkelingssamenwerking. De Verenigde Staten doet op dit terrein helaas erg weinig. Men denkt wel dat men veel doet, maar het is erg weinig. Er zijn ook Europese landen die buitengewoon weinig doen. Maar wij kunnen vanuit vooral Noordwest-Europa het goede voorbeeld geven. En zoals Jan Pronk een keer heeft gezegd, een correctie van 5% in het beleid van Europa heeft meer effect dan een correctie van 50% in het beleid van Nederland. Dus het gaat om vooral de doorvertaling naar het internationale niveau. En daarom spreekt mij die enorme nadruk op internationale samenwerking, waar VOLT voor is, zo aan. Dankjewel. Ik neem nog één vraag. Er zijn meer vragen op de chat, maar daar komen we dadelijk weer terug. Dan wil ik nog één vraag. Tim Evers. Ja, dankjewel. Dankjewel, professor Voorhoeven. Heel interessant boek. En ik denk ook gezien de Financing for Development, Financing for Development Forum in New York deze week ook inderdaad heel tijdig om het vandaag aan te bieden. Een van de vragen die ik heb, net belastingen zijn een belangrijk element, maar in hoeverre heeft u gekeken naar de bredere beleidscoherentie? En een van de dingen die namelijk opvalt is ontwikkelingssamenwerking kunnen we het over hebben, ook zeg maar onze OTA bijdragen. Maar uiteindelijk zijn er ontzettend veel andere terreinen waarin wij eigenlijk onze goede effecten tegengaan. En een van de voorbeelden daarvan is het enorme landbouwsubsidiebedrag van de Europese Unie, waarmee wij het competitieniveau van Afrikaanse landen enorm verstoren. En daarmee ook hun belastingpotentieel van hun economische groei. Dus in hoeverre is dat meegenomen en heeft u dit bekeken? Het punt is heel terecht. We moeten niet met de ene hand geven en met de andere hand nemen. Maar een consistent beleid voeren waarin de handelspolitiek het mogelijk maakt voor armere landen om hun eigen brood te verdienen. Want dat belemmeren we vaak door ons handelsbeleid. Dat is ook het terrein van Marieke Koekoek. Dus misschien wil jij hier ook iets over zeggen. Ja, eens weer, we ondermijnen soms onze eigen goede intenties door heel erg verdeeld te kijken naar beleidsonderwerpen. Dus met VOLT hebben we bijvoorbeeld heel bewust voor gekozen om te denken in uitdagingen die we willen oplossen. Daar komt ook het structuur van ons kiesprogramma vandaan. En we hebben 5 uitdagingen en de plus 1, dat is Europa hervormen, instituten hervormen. En ik denk dat dat ook een heel terecht punt is, met name het landbouwbeleid ondermijnt een heleboel goede intenties van Europa als het gaat om het gebied van de ontwikkeling van en niet alleen Europa, maar ook juist Europa en de verhouding tot de wereld. Dat zijn eigenlijk zaken op het moment dat je gaat zeggen, we gaan ons inzetten mondiaal. Dan moet je ook heel goed kijken naar, oké, wat doe ik dan zelf, wat mijn eigen intentie op andere vlakken ondermijnt. Ik denk, als je het iets verkleint, hebben we dat in Europa ook. Hè. Nederland is vaker genoemd een belastingsparadijs. En daarmee kanaliseren we op de inkomsten van andere Europese landen, denk aan Italië. En diezelfde dynamiek zie je ook in Europa, zie je in de wereld, hè? De houding Europa en de wereld. Dus ik denk dat het een heel goed idee is, juist om uit te gaan van doelen die je wil behalen en niet zozeer van ministeries of commissies. Want dan segregeer je eigenlijk problemen die een holistische oplossing vereisen. Dankjewel. We gaan een stap maken. Maar ik wil even dit kleine stukje afronden. Het boek is gepresenteerd, is overhandigd en het blijft het leidraad van dit café. Want financiën is natuurlijk toch eigenlijk de basis van een duurzaam regeerakkoord. Dus dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het boek, ik laat het toch nog even zien nu, is te koop. En voor de bezoekers van het café, met korting, daar houden wij altijd van. Dus ik wil dat nog graag apart noemen. Internationale samenwerking is echt belangrijk.
We zijn eigenlijk niets als Nederland. Dus we moeten het samen doen. Met al die organisaties die samen hier op het scherm zitten. En zeker ook op Europese niveau. Dat is belangrijk. Dus ik zou bijna zeggen, een beroemde presidentquote, internationale samenwerking, first. Want dat is wel te veel van de agenda verdwenen. En dat moeten we echt terugpakken. Die 2% is leading. Want dat was die altijd. Ik wil een volgende gast aankondigen. En de gast is niet in Nieuwspoort, maar is hier wel op jullie scherm. En dat is mevrouw Abiola Makiwa. En zij is hoofddocent bij de Haagse Hogeschool. Zij studeerde aan de Erasmus Universiteit en zij studeerde ook aan de Lagos Universiteit. Zij heeft onderzoek gedaan naar eigenlijk een paar van de grote thema's die in het boek ook aan de orde komen. En dat is zeker bedrijven en corruptie. En het illegale geld. Abiola, welkom. Je gaat je presentatie in het Engels houden. En we krijgen nu weer een technisch hobbeltje. Want de presentatie moet gedeeld worden. Dus als we weer eventjes een hobbeltje hebben. C'est la vie. Dat kan weer eenmaal niet anders. Blijf je vooral vragen stellen over de chat. Ja, heel graag. Vragen in de chat. Goedemiddag allemaal. Heel fijn om hier te zijn. En Joris, nog een keer gefeliciteerd met deze prachtige boek. Heel mooi boek. Echt, en met name de foto's. Echt fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd. Ik ga mijn kort, ik hou het even kort, maar ik doe het wel in het Engels. Het gaat een stukje sneller, denk ik, in het Engels dan in het Nederlands. Dus ik ga nu proberen om mijn slides te delen. Ik hoop dat alles goed gaat. En nog een blikje. Is het gelukt? Nog niet. Oké, De slides zien we nog niet. Okay. We hebben weer even een technisch mankementje. Maar dat gebeurt sinds we zoomen en elkaar niet meer live zien. Toen we elkaar nog live zagen, zaten we in de file of in de bus te lang. Het is gelukt. Het is er. Nou, fijn. Ga je gang. Het woord is aan jou. Nou, bedankt. Nou, zoals net aangekondigd, ik geef mijn praatje in het Engels. My name is Dr. Abiola Makiwa and I'm a lecturer at the Hague University of Applied Sciences. Joris has given us a very good book here, a very accessible book, very easy to read. And what I like about this book is that he is pushing us to go beyond theories and ideas. As he puts it in his book, promises, promises. We've been hearing these promises for decades. The question is, and I think this is a central theme of this book, how do we move beyond promises to actualization? Now, Joris speaks about the five basic needs. As a Nigerian, as a Dutch Nigerian, I have to add electricity. Electricity drives everything. And what I like very much about Joris's approach is what I called his scaffold. In the chat we've had so far and the questions, we are all coming at this discussion from very different areas of expertise, from different levels of governance, from different areas of governance, from civil society. We're coming to this discussion from many different perspectives. But I think what Joris does very well in his book is to help us move beyond the abstract to more concrete and practical implementations from within our areas of expertise of how to actually realize these sustainable development goals. I like the questions that he poses, I believe in the very first paragraph or very first page of this book. And he asks these questions, which we can all answer from our backgrounds or from our areas of expertise. What would it cost to provide the five basic needs, six basic needs? Where do we find the funds to
fund these basic needs? What fundamental policy changes, and this I think is the crux of the matter, would be needed? And how will the peace be maintained? And I believe any of us can, from our perspectives, can use these questions to arrive at practical, workable, smart proposals that will take us beyond the theory and bring us closer to realizing the SDGs. So let me talk about how I have responded to these questions from the perspective of my research in anti-corruption law and policy. So starting with the first question, what would it cost? I refer you to Joris's book. This is an excellent answer to that question. I am not going to rehash that, but I do recommend we read it if we haven't. But the second question, where could funds be found to realize the SDGs? My starting point to this question has been very well summarized by the African Union High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa, which gives us a good picture of, I believe, the heart, the crux of the problem. Now, development resources are lost to the continent to the tune of $50 billion a year. And this, quite frankly, is in the context of the discussion or the question, where do we find the funds to fund development? This is a shocking statement. Or is, you know, and as Thabo Mbeki puts it, for us to meet the SDGs in a continent like Africa, but you can replicate this in any other continent, Asia, South Americas, we need huge volumes of capital to provide education, potable water, sanitation, food, electricity. And it does not make any sense that we have a system or we have arrived at a situation where such huge amounts are being exported from the continent. So my question, of course, would be, all right, who are the exporters? How is this happening? What system allows for this? How is this happening? And again, my answer to this question is very well put by the African Union again. I will just, you know, very happily quote from them. And they tell me, or their findings are that large commercial corporations are by far the biggest culprits of illicit outflows, followed by organized crime. Very interesting. And corrupt practices, of course, facilitate these outflows. So here you begin to see that relationship between corporations, illicit financial flows, and corruption. And this, for me, has been the focus of my research. How do we fight corruption? How do we break through this incestuous relationship between politicians and big business? And we need to be able to do this in order to begin to have meaningful discussions about funding the SDGs. Now, there are no simple answers here, but we must recognize two central challenges. The first is the reality of the corruption trap. And secondly, I will quickly touch on the systemic challenges we face in anti-corruption enforcement. So before we speak about any theories about funding SDGs, we have to recognize these systemic issues and make sure that we are speaking to these systemic issues when we are coming up with our proposals. Very quickly, the corruption trap. When multinational corporations pay bribes to get international business, what does this do? It fuels the abuse of entrusted institutional power. Government agencies that are charged with providing political stability, economic security, are compromised. This in turn leads to gaps in governance. And that this means that social, economic, and political development is impeded. The breakdown of governance leads to an abuse of the rule of law,
which leads to more corruption, and the cycle continues. That is one aspect. It's a trap. Very few countries actually escape the corruption trap, but we have to acknowledge that this is our starting point. And a second aspect of this is the challenges in the traditional approach to prosecuting crimes like corruption. And I believe it was Emma Wind in her comment, kind of referred back to this challenge. And so these are systemic challenges where we have to question whether our traditional criminal processes, which are centered on punishing, you have to find the offender, whether they are actually fit for purpose when it comes to economic crime. So what the fact is, let's look at what we're dealing with. This is not a question of finding one individual and throwing an individual into jail. We're looking at complex, multi-layered, multi-jurisdictional, digitally facilitated, very complex transactions that result in profound information asymmetries and lack of capacity. Even the most developed countries have serious challenges being able to find the evidence, discover that corruption has occurred, and be able to meet the criminal burden of proof beyond reasonable doubt, even the most advanced countries. How much more countries that have been decimated by corruption, where the institutions are failing. Another challenge we have is the lack of political will to act against corporations that have very deep pockets and very well connected. Another challenge is that ultimately what we're doing with criminal prosecution is focusing on the person who took the bribe and the person who gave the bribe. But bribery is always a means to an end. It is not the end in itself. When bribery is successful, you get the multi-million dollar contract. We don't talk about that. We put all our attention on the person who took the bribe, person who gave the bribe. The money is not taken out of this process. The contract, the hospital, the roads, whatever resulted as a result of the successful act of bribery is pretty much left untouched. Furthermore, when you punish a corporation, who are you punishing? You're punishing the employees, the shareholders, the suppliers. So again, here we have a challenge with what does punishment even mean when we are talking about corporations? Finally, we have to understand that traditional criminal prosecution, the traditional approach does not address the true costs of bribery and corruption. The OECD gives a beautiful example that I use again and again. They say, look at this. When you want to punish the company that has given $1 million as a bribe to a foreign official in Lagos, as an example, the whole of our criminal justice system is focused on that $1 million bribe. And all our efforts are focused, all our strategies are focused on that $1 million bribe. But the true cost of the effect of that $1 million bribe on the governance of that country, on the substandard results of contracts that have been acquired, not out of free and fair competition, may run into $100 million. So the true costs are not so much in the bribe given, but in the consequences on the society. So the fact is, and this is a thread that has run through all of my research, starting with my PhD research on the role of private actors in the fight against corruption to negotiated settlements. Joris, this is where you and I first met because he co-signed my application for a grant to do a study into this new approach to fighting corruption with in seven European countries. I did the same study with the International Bar Association, and this time we looked at 66 countries. I also worked on the drafting team of the Hague Business and Human Rights Arbitration Rules, recently put out another book on this idea of negotiated settlements in the fight against corruption. And more recently, I wrote a background paper for the United Nations High-Level Panel on Financial Accountability, Transparency, and Integrity. Why do I say all of this? This is to draw your attention to a red line that runs through what I propose as the ideal way to fight corruption
to be able to realize a real improvement in the way corruption is prevented. And this will flow back to the issues of governance, and this will flow back to issues of funding development. The red line that runs through all my work and the research that I'd like to just summarize very briefly, because I know this is an informal cafe and I promised I will keep it informal, is this notion of public-private cooperation as a central line, central strategy and an anti-corruption enforcement. And I'll summarize this very quickly along the following axes. First, stop the flow of bribes. Second, cooperate in enforcement. Third, empower victims of corruption. And fourth, prepare the next generation. And I'm going to speak to these very briefly, I promise. Starting with the first one, stop the flow of bribe money. I tell my students, what is easier? Is it easier to develop strategies to mop the water that has poured on the floor? You develop all sorts of themes and policies to mop up that water that has already poured on the floor, or to just shut the tap. Shutting the tap, stopping the flow of bribes is just common sense. And we have come a long way from the situation where corporations could declare the bribes they paid to get business abroad as tax deductibles in their home country. This was not so long ago. This recommendation from the OECD that this practice must stop was in 1996. We've come a long way. Many countries have now criminalized giving bribes to get business. That corruption trap, that cycle, this is to stop the flow. However, there is still work to be done. Many countries, large economies, exporting countries, China, India, Indonesia, Saudi Arabia, haven't adopted this criminalization of foreign bribery. So there's work to be done on that front. Second, cooperation in enforcement. I have explained the challenges of the traditional criminal prosecution. Those challenges are quite deep and far-reaching, because what actually results is what one lawyer told me when I was doing my PhD research. I was talking to him about corruption and all of that. And he listened to me briefly and said, look, Abby, sit down. Let me talk to you. What are you talking about? He said, look, imagine that the prosecutors are able to even discover or find out that corruption occurred. We're a company, we have big pockets, we can put up the best defense. How will they even get the evidence? If they do, and even if they are able to establish a case and win in a court of law, that will take what? Maybe 4 years, 5 years, 6 years? If they're able to meet the criminal burden of proof and we lose the case, he's speaking on behalf of the corporation, we will simply appeal. That will take another what? 3-4 years? Okay. And assuming we lose on appeal, we will go to the Supreme Court. We have plenty of money. That will take another 2 or 3 years. So he said, what are you talking about? It will take you at least 10 years before you can establish anything against this company. By that time, we are done with the transaction. The transaction is long buried, long forgotten. Why would anybody in their right mind be bothered about compliance? It doesn't make any sense. Okay, I'm going to finish up. I can see Thea. Are you waving? Yeah. Yes. So, that's why this new approach, which is called negotiated settlements, it is a process where companies cooperate as an alternative to a trial, and companies are rewarded if they behave well. The behavior that is rewarded is behavior that is focused on corruption prevention. And we have many guidances, many rules that are emerging, which reward a certain kind of behavior. What does this do? It moves the whole discussion into the prevention of corruption. I am going to just run through this just to say that it works. Look at all the settlements reached in the last 10 years. All of these were reached as a result of companies self-policing, self-reporting, and putting in place hard and soft controls to prevent acts of corruption
from occurring again. So this is, there's still work to be done. And I expect that in the next decade, we have to look at these aspects. My third point was to empower victims. Corruption is not a victimless crime. There are many proposals on how this can be done to bridge the damages gap. And I will not go into too much detail, but suffice it to know that there are many initiatives that are out there that have been worked on even as we speak, even now before the US Congress. And lastly, we need to prepare the next generation. And this for us, and for me, is the most important one. We need to have new ways of thinking. We need to change the status quo. And here I'll give you the example of what we're doing at TUAS, where we focus on young undergraduates. We have a compliance manner that gives them the body of knowledge about the issues, the key issues. We also focus on their personal integrity development in this module, where they develop their own ability to know what they stand for and to assert their values in the face of ethical challenges. I'd like to close on these thoughts by Joris. And he mentioned it, but I think it bears mentioning again. And I quote, "The problem is not a lack of money. The world has more than enough money. The top 1% could solve this problem by, you know, as far if it was just a question of money, they would switch their hands and it would be done. No. The main problem is a lack of good pro-poor policies and consistent application. And what is a pro-poor policy? These are my concluding words. We have to, each of us, from our perspectives, and I repeat again, take these questions that Joris has posed in his book and answer them. I have tried to give you an idea of how I have answered them from the perspective of anti-corruption, finding the funds, fundamental changes in how we approach anti-corruption enforcement, maintaining the peace by educating the next generation to think differently. We each have to ask these questions and approach them from our own perspective. And in this way, I will end with our motto at the Hague University of Applied Sciences: we can change the world. Thank you very much. And I'm sorry if I went a little over time. Well done. Well, thank you. Thank you so much. Wie mag ik het woord geven? Wie wil de eerste vraag afvuren op Abiola? Op dit belangrijke thema. Ik wil graag handjes zien. Emma Wint, die stond ook al in de chat. Emma. Emma, you are muted. I'll mute myself. Emma. Unmute, please. Ik hoor nog niets. Is er inmiddels een ander handje? Want dan... Huh? Ik hoorde niet. Ik zie de hand van Willemien Vonk. Willemien, mag ik jou het woord geven? Nu al wachtende. Ja, Willemien, je hebt het woord. Maar zet even je geluid aan. Geluid aanzetten, Willemien. Je moet ook een microfoontje daar, een mooi microfoontje aanzetten. Microfoon aanzetten, ja. Ja, oké. Zo? Ja. Is het nou goed? Ja. Ik ben onder de indruk van zowel het boek van Joris als van het verhaal van mevrouw Abiola Akinwa. Maakt niet uit. En ik denk dat die twee elkaar heel erg aansluiten. Ja. En ook bij mijn vraag, namelijk, er zijn heel veel raakvlakken met de rule of law. Met name het anticorruptiebeleid, wat net is voorgesteld. Maar er zijn ook raakvlakken met het defensiebeleid. En ik vraag me af, wat kunnen we doen om die zaken
op elkaar af te stemmen, omdat je in heel veel ontwikkelingslanden ziet dat puur om het gewin de ene groep de ander probeert te terroriseren en uit te moorden. En dat is heel erg, ik vind dat heel erg moeilijk. Gevaarlijk ook. Ja, dat is helder. Ik kijk eerst even naar Joris. Joris. Ja, dank. Ik hoop dat het zonder technische problemen kan. Ja. Ja. Met name in de militaire wereld gigantische orders heen en weer die ook gepaard gaan met corruptiebetalingen. Ik wijs even op een voor de hand liggend voorbeeld. De niet zo volkrijke staat Saudi-Arabië plaatst gigantische bestellingen in het land de Verenigde Staten. En de vorige president die kwam heel trots terug dat hij zulke uitstekende zaken had gedaan. Er is in die wereld heel veel mis. Mede omdat de kopende partij en de verkopende partij de verkeerde prioriteiten hebben. De kopende partij, vaak regeringen van landen met veel of weinig geld, kopen gigantisch veel militair materieel eigenlijk voor regimeveiligheid. Ook als ze niet worden bedreigd door anderen. Gebruiken de strijdkrachten als onderdrukking van de eigen bevolking. Er vinden ook allerlei regionale wapenwedlopen in de wereld plaats. Bijvoorbeeld die in het Persische Golfgebied, waar Saudi-Arabië steeds meer zwaar en ontzettend duur militair materieel koopt, omdat het zegt bang te zijn voor Iran. En Iran koopt overal in de wereld de bekende technologie, die ook kan worden gebruikt voor het maken van kernwapens. Dus dat soort regionale wapenwedlopen moeten worden geremd. Dat kan het beste door regionale verdragen te sluiten om elkaar openheid te geven over de militaire situatie. Want veel zogenaamde onzekerheidsgevoelens komen voort uit het idee dat de tegenpartij met een gigantische wapenrace bezig is. Dus dan moet jij als partij daar wel aan meedoen. Dat heeft tijdens de Koude Oorlog de uitgaven in Oost en West enorm omhoog gedraaid. Helaas zijn de afspraken die toen zijn gemaakt over bijvoorbeeld het Open Sky verdrag, waarin je dus over elkaars grondgebied kunt vliegen en kunt zien wat er aan de hand is, weer in de prullenbak gegooid. En heel veel wapenbeheersingsafspraken zijn verdwenen door de toenemende spanning tussen Moskou en Washington. En we hebben helaas in een groot aantal landen te doen met regeringen die heel veel verdienen aan grote, min of meer criminele activiteiten, waaronder op militair gebied. Dus dat is een heel belangrijk probleem wat mevrouw Tromp daar aan de orde stelt. En het beste middel daartegen, lijkt mij, is heel veel onderzoeksjournalistiek. Ontsmettingsmiddel in de tropen is zonlicht. En dat geldt ook in de hele wereld. Licht erop laten vallen wat er mis is. Want dat geldt als middel tegen corruptie. Het geldt als middel tegen onnodige grote wapenaankopen. Het geldt als middel tegen allerlei vormen van machtsmisbruik. Daarom zijn de desbetreffende regeringen ook zo vreselijk bang voor een vrije pers. Can I just add something to what Joris has said? Sorry. Ja, Suzanne, even wachten nog. Abiola wil even aanvullen. Yes, please, take the floor. Yes, I think Joris has ended with sunlight, and that is very true. I think what we find in anti-bribery is that the decentralization of enforcement means that the monopoly or the way the criminal justice system is held hostage by politicians and business in cahoots, because that's, you know, can be broken. What we saw, for example, with Tony Blair, when there was an investigation into BAE over an arms sales to Saudi Arabia, Tony Blair, Prime Minister then of the United Kingdom, said they were not going to proceed with the investigation on security grounds. Because we were moving into a decentralized anti-corruption, I can't go into details now, but now we have a system where many countries can have jurisdiction over the same facts,
which is a very important development, the United States had no problem whatsoever going on with the BAE investigation. So we need to learn from these kind of breaking the monopoly, the sunlight, decentralizing enforcement. And this is a trend we see in this new emerging anti-bribery enforcement landscape. Thank you. Susanne, korte vraag. Ja. Dr. Mankiba, thank you very much for your very enlightening power presentation. Since I'm involved in the foundation Open Door Ukraine, and as it is well known, Ukraine is struggling with a huge amount of corruption, what seems there that it's not only the question of criminally addressing this problem, but the core of the problem lies in a context, in a system of regulations where corruption is a kind of an oil that makes things go. So my question is, isn't it dangerous to have a superficial, a disciplinary approach to corruption, because that might freeze everything and contribute to poverty? And instead of that, looking at the systemic problems and trying to modernize legal systems and that of regulations. Thank you, Susanne. Abiola. Yeah, great question, great question. I teach a lot of Eastern European students. I have a compliance minor. I run at The Hague University, and I watch them come into my class, and they look at me with so much skepticism. When you come from a country where corruption has been institutionalized, like in Nigeria or like in Ukraine, it's very difficult to conceive of a way out. So my students walk into my class, you know, with what on earth is this woman going to say? What could she possibly say? And then I begin to explain to them the new strategies that are resulting in multinational corporations self-policing, not the state, the company itself, detecting acts of corruption occurring in its with its agents across the globe. Self-reporting, voluntarily disclosing to the regulatory authorities, not just in Ukraine, but in the United Kingdom, in the United States, you know, that we found out that this had happened here and where, and this is what happened. And not only that, putting in place hard and soft controls to make sure this doesn't happen again. And actually, they needed to have put this in place way before they found out corruption had occurred for them to make use of this new negotiated settlements framework. So you see the kids, I mean, my students, it's like, can this really be so? You know, companies mm-hmm. will self-police, self-report, put in place yeah. self-controls. And you see this light go on because they see that even when a system is being held hostage by that incestuous relationship between big business and politics, there are, you can find detours and or you can arrange the chess pieces on the chess table a little differently to arrive at different results, same players, different results. So that's what I would say to your question, that the system as it is now actually encourages and fuels impunity. And you can tinker at that as much as you want, but until you accept the corruption trap and until you have realistic responses to the challenges of anti-corruption enforcement that I kind of touched upon, I think we are basically wasting your time. So this is where we find, I think, a very interesting space opening up in this area of negotiated settlements, public-private cooperation. And here, the focus is on corruption prevention rather than finding somebody to punish and so on. I've explained that is not the most efficient way of tackling the problem because the rot is there in the society. With corruption, prevention is always better than cure. And I think that's what I sell to my students, and that's, you know, what I mean, from my research, I feel is the way forward to building societies where we can have those sustainable development goals, at least more realizable from this perspective. All right, I'm not going to take too much time. Het bijzondere is natuurlijk dat het boek van Joris, maar ook de bijdrage in de keynote van Abiola ons in het hart heeft gebracht van de corrupte, onzichtbare, grijze, zwarte financiële wereld. En dat daar ook eigenlijk een grote oplossing zit
van het oplossen van het armoede- en het hongerprobleem. En dat is natuurlijk, je ziet dat die SDG-agenda in die zin kantelt, want de financierbaarheid daarvan is natuurlijk zo ongelooflijk belangrijk. En het is eigenlijk een hele grote opdracht aan de nieuwe regering om dat geld beschikbaar te maken en te krijgen. En voor de veiligheid en de gerechtigheid in de wereld om dat echt te organiseren. En het kan niet anders dan dat dit een centrale plek moet krijgen in de formatie en in het nieuwe regeerakkoord. Want dit is waar we eigenlijk allemaal op zitten te wachten. Ik ga weer een stapje maken. Ik wil jullie allemaal oproepen, want een paar mensen zijn achter een foto gekropen, maar dan kijk ik naar een foto. En dan kijken ook alle partners waar je mee samenwerkt, als activist en als SDG-enthousiasteling, zit naar een foto te kijken of naar alleen je naam. Maar het is een cafeetje, dus we willen allemaal graag in beeld blijven. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want je gaat naar een café en dit café, het leukste café van Nederland, hoewel we een ernstig gesprek hebben, is dit het leukste café van Nederland. Dan ga je niet alleen weg, hè? Je gaat natuurlijk niet zonder date. Dus gebruik ook de chat en zeg met wie je een date wil. Want partnerschap besluiten is echt heel belangrijk. We zitten hier met een heel gemixt gezelschap. Dat is ook echt de bedoeling van het café, om elkaar te ontmoeten en om samenwerking te versterken. Ik maak even een zijstapje, want ik heb een paar mensen gaan pitchen. En dat is heel erg leuk. Veronique Swinkels, en zij is van Go for Good. En ze heeft een prachtig rapport, sdgspotlight.nl. We hebben ook een nieuwe loodweer aan de stam, Wouter Winters. En die heeft een bedrijfje opgericht en die helpt mensen, partners in duurzaamheid. En we hebben ook Tjebbe Wil van Zodiac, want er komt een musical over de SDG's. Dat is even weg uit de financiële wereld van corruptie en grijs en zwart. Maar even kijken van wat mensen, zoals wij allemaal, aan het doen zijn om die doelen te halen. Veronique, mag ik jou eerst het woord geven? Hou het kort, hou het puntig, hou het bondig. En geef aan wat je van het publiek op het scherm nodig hebt. Yes. Of van Joris, of van de politiek, of van Volt. All of the above. Dus ik verheug me erg op de musical. Joris, gefeliciteerd. Marieke, ook gefeliciteerd. Ik wil even aandacht vragen voor het SDG Spotlight. We hebben dat een tijd geleden ook in dit café aangekondigd dat we het Spotlight Report gingen schrijven. En het is inmiddels gelanceerd. En jullie kunnen het allemaal vinden op sdgspotlight.nl. Het Spotlight Report, en ook om even aan te sluiten bij het onderwerp van deze bijeenkomst. In dit Spotlight Report sluiten we eigenlijk aan bij internationale andere organisaties die heel kritisch kijken naar het beleid van hun overheden op het gebied van de SDG's. Dit Spotlight Report van dit jaar, of eigenlijk afgelopen jaar, hebben we gekeken naar SDG 10 en SDG 15. En WU is eigenlijk een soort pop-up activisten research collectief, hoe je het ook wil noemen, maar mensen die inderdaad onafhankelijk met z'n allen hebben we hier kunnen naar gekeken. Met heel veel ondersteuning van allerlei organisaties waar we nog steeds zeer dankbaar voor zijn. En ik hoop jullie allemaal ook, als jullie het rapport lezen. Nou, het rapport heeft de naam gekregen De Vrijblijvendheid Voorbij, Maak van Gelijke Kansen en Biodiversiteit een Grenzeloze Prioriteit. En heel belangrijk is dat eigenlijk het frame, en ik hoorde Joris net eigenlijk ook toch wel weer zeggen, dat Nederland het wel goed doet met SDG's. Nou, dat is dus niet waar. Het frame dat Nederland het goed doet, klopt niet. Op het gebied van sociale, ecologische duurzaamheid gaat het niet goed. Ja. Zowel in ons land niet, als ons effect op het buitenland. De totale impact van Nederlands beleid is eigenlijk zelfs negatief te noemen en brengt de gestelde doelen niet dichterbij. En dat is natuurlijk zeer zorgelijk. En we hopen dat dat in een duurzaam regeerakkoord, ja, zeg maar, in ieder geval richting de verbetering gaat. En dan gaat het ook heel vaak over
waar het geld dan wel naartoe gaat. Hè? Dus we hebben het net over belasting en dat soort zaken gehad. Maar het gaat ook over waar het beleid wel, of het geld wel naartoe gaat. Er zijn drie aspecten te noemen waarom Nederland het niet goed doet. Het beleid werkt op veel punten SDG's tegen. Er is een grote mate van vrijblijvendheid. En de vraag is, wat meten we eigenlijk? Op basis waarvan zeggen we, wat we of het wel of niet goed gaat? Nou, wij roepen dat niet als enige. Het is op heel veel punten al geroepen dat het niet de goede kant op gaat. En een van de redenen in Nederland, en dat helpt ook zeker niet, is dat de coördinatie nog steeds bij buitenlandse zaken ligt. We hopen echt dat dit wordt gerepareerd in de volgende regeerakkoord en organisatie rondom de SDG's. Het is echt de tijd dat Nederland daar op een andere manier gaat naar kijken. Nederland heeft internationaal een enorme ecologische voetafdruk. Voor onze consumptie en handel is 3 keer het landoppervlak van Nederland nodig. En zelfs 6 keer als je meerekent wat nodig is voor de compensatie van onze broeikasgasuitstoot. Dus de prioriteit die tot nu toe wordt aangelegd als productieland, handelsland, tweede voedselexporterende wereld, wordt onze veel te hoge voetafdruk ook echt in stand gehouden. Nou, en dat is dan ook een van de grootste drivers van achteruitgang van ecosystemen en daarmee ook van ongelijkheid. En daarmee zien we ook dat SDG 10 en SDG 15 een enorm verband hebben met elkaar. Nou, ik wilde vooral oproepen iedereen om het rapport te lezen. En ook heel goed kijken, Marieke, naar het effect wat Nederland heeft door allerlei nieuwe handels- en investeringsakkoorden te willen. Zonder dat er goede waarborgen zijn op het gebied van milieu en sociale en mensenrechten. Die waarborgen moeten er gewoon veel en veel sterker in komen. En ook moet er gestopt worden met het faciliteren van multinationals via belastingontwijking en claims. Nou, dat hebben al veel mensen voor ons geroepen, maar het zijn toch terugkerende thema's. Ik ga het hierbij laten. Dankjewel, Thea. Ja, ik probeerde je naar een afronding te krijgen, maar het is een hele terechte oproep. En verdorie, want dit soort thema's loopt al decennia mee. En het lukt nog maar niet. Dus er moet echt een behoorlijke verandering komen. Ja, ik zal de link in de chat zetten. Dan kan iedereen daar naartoe en het zelf lezen. Het is een heel uitgebreid rapport. Ja. Dus, nou ja, niet in 2 minuten uit te leggen. Iedereen stapt erin. Is er iemand van Buitenlandse Zaken? Wie is er van Buitenlandse Zaken? Is er niemand van... Meld u. Ik zie ergens 1 hand in de lucht gaan. Wie, Daniel Voorhoeven. Ben je van Buitenlandse Zaken? Ik heb een dubbele pet op, dus ik weet niet of het aan mij is. Er zijn ook collega's van Buitenlandse Zaken. Noem er 1, want er steekt niemand zijn vingertje op. Jullie kruipen allemaal onder je bureautje als er een serieuze vraag wordt gesteld. Ik kan deze pakken als geen van de andere collega's hem pakt. Nou, niemand pakt hem op dit moment. Ik zie geen Buitenlandse Zakenhandjes. Ik ben ook aanwezig. Ik ben ook van het SDG-team, maar mijn geluid stond even een minuutje uit. Dus ik weet niet wat Wie de vraag is van het SDG-team? Kunnen jullie mij horen? Maar ik zie je niet. Wie? Kim van Kasteren. Kim van Kasteren. Okay. Juist. Ja. En jij werkt bij Buitenlandse Zaken. In het SDG-team van Buitenlandse Zaken, maar ik heb de vraag even gemist. Bij het SDG Nederland community? Nee, bij het SDG-team van Buitenlandse Zaken. Oké. Nou, dan kun jij... want ik ga een vraag aan je stellen. Dat komt omdat Veronique dat zegt. En dat hebben we vaker voorgesteld. Die coördinatie van de SDG's, dat moet natuurlijk niet alleen bij BZ zitten. Dat kan natuurlijk niet. Wat doen jullie daaraan? Of hoe vind je dat als je dit hoort? Je werkt je uit de naad en dan zeggen ze... Nou, dat moet niet bij BZ zitten. Nou, toevallig stuurde ik net een berichtje in de chat met een link naar 2 recentelijke evaluaties die onlangs zijn uitgevoerd ten aanzien van de nationale SDG-implementatie in Nederland. En deze evaluaties komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Dus dat het eigenlijk een beetje vreemd is dat we bij Buitenlandse Zaken gaan over de coördinatie van wat er binnen Nederland gedaan wordt om de SDG-doelen te halen.
Dus ik zal iedereen aanraden in ieder geval naar die evaluaties te kijken. En de link die ik deelde verwijst ook door naar een kamerbrief met de kabinetsreactie hierop. Het is inderdaad zeker iets waar we mee bezig zijn. En we kijken met spanning uit naar de uitkomst van het formatieproces. Want het zou zomaar kunnen dat het gaat veranderen. En nou ja, gesproken vanuit het belang van ons team. Voor ons is het natuurlijk gewoon van het grootste belang. Dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen doen. En of dat nu uiteindelijk bij Buitenlandse Zaken is of bij een ander ministerie, is dan van secundaire belang. Oké, dank je. Daniel, wil je nog wat toevoegen? Want ja, je mag natuurlijk gewoon het woord voeren. Het belangrijkste is inderdaad, wij dragen de SDG's een warm hart toe. Het is ooit bij Buitenlandse Zaken terechtgekomen om, simplistisch gezegd, politici dachten dat iets... dat dat iets buitenlands was. En besefte niet op het moment dat het iets voor Nederland zelf was. Dus daarom is het bij Buitenlandse Zaken belegd. En wij zijn nu bezig, zoals Kim stelt, input te leveren voor de kabinetsformatie. Waarin we zelf zeggen dat kan veel beter bij een groot binnenlands politiek ministerie worden gelegd die met een brede blik. Zodat het niet iets van het buitenland blijft. Blijf wel bij Buitenlandse Zaken altijd het internationaal aspect van de SDG's doen. Ja, ja. Maar niet Nederland meer. Maar dan zou het eigenlijk bij Rutte moeten. Of bij de aanstaande minister-president, wie dat ook gaat worden. Dat is een mogelijkheid die we ook met de Algemene Zaken hebben besproken. Maar zoals je waarschijnlijk weet, het ministerie van Algemene Zaken is een piepklein ministerie. En coördineert veel meer en heeft niet de capaciteit om invulling te geven hieraan. En sommige andere grote ministeries kunnen dat veel beter. Dat is een antwoord. Dank je wel. We komen daar dadelijk nog op terug. Wouter Winters, je hebt een bedrijfje opgericht, Pitsen. En je wil fris en fruitig, zou ik bijna moeten zeggen, organisaties ondersteunen die bezig zijn met de SDG's. Er zit hier ook hier iemand nog in de zaal die dat... ook doet. Maar Wouter, ben je in beeld? Yes, hallo. Kun je unmuten? Je krijgt 3 minuten van me. Kijk, nou, ik heb het nog korter, denk ik. En dat is geweldig. Problematiek gehoord vanmiddag en ik ben iemand die focust op het positieve. Dus ik heb mijn bedrijfje is Pitch, P-I-D-Z-H, wat staat voor Partner in Duurzaamheid. Dus dat even gezegd te hebben, ga ik graag over naar mijn pitch. Mijn hele leven heb ik volgehouden om de waarom-vraag te blijven stellen. Als kind doe je dit automatisch. Op een gegeven moment wordt er verwacht je te gedragen naar het gecreëerde. Dus in veel gevallen stopt de waarom-vraag op dat moment. Terwijl dit naar mijn idee de meest essentiële vraag is in het menselijke bestaan. Toch gaf ik mezelf ook over aan het gecreëerde. Tot ik de SDG's tegenkwam. Dit was voor mij een kans. Een universele taal die aansluit bij mijn normen en waarden. 17 nobele doelen die voor verbinding, ontwikkeling en gelijkheid zorgen. Met de fundering vanuit de People, Planet, Profit-gedachte. Is dit een gedachtegoed waar ik mezelf als idealist absoluut in kan vinden? Vandaar dat ik mijn bedrijf Pitch heb opgericht, wat staat voor Partner in Duurzaamheid. Mijn voornaamste dienst is ondersteuning bieden bij de eerste stappen richting een duurzame visie / strategie. Hiervoor heb ik een inspirerende SDG-workshop ontwikkeld. En heb ik al meerdere bedrijven mogen helpen bij deze visieverandering. Ik ben ervan overtuigd dat verduurzamen leuk moet zijn. En het ook leuk kan zijn. Sterker nog, het leuk is. Mijn droom is dat wij in 2030 denken vanuit de 17 goals. Dat de bakker ook begrijpt wat de goals zijn en hier zijn steentje in bijdraagt. De goals moeten geen stok zijn om mee te slaan, maar een hulpmiddel, een tool. Heeft u behoefte aan een inspirerende SDG-sessie of weet u nog een bedrijf die mijn hulp kan gebruiken? Neem dan contact met me op. Dank u wel. Geweldig. Dank je wel. Staat genoteerd. Zet het ook in de chat. Bedankt voor de kans trouwens. Je bent welkom als nieuwe loodweer aan de SDG-boom. Iedereen is altijd zo welkom. Tjerbe Wil, ben je aanwezig? Ik zie je zo snel niet zitten in mijn palet. Nee, geen Tjerbe Wil op dit moment. Marisa Oosterman, ben jij aanwezig? Of Ivy de Bruin? Want dat zie ik zo snel ook niet.
Ja, Thea, ik ben er. Ik zie jou wel. Ja, ik zie jou nu ook. Marijsa. Want Marijsa is natuurlijk, toch ook een van de grote inspiratiemensen, vrouwen van de SDG. Directeur van de SDG Nederland Community. Marijsa. Ja, dankjewel Thea. Jij wil wat zeggen volgens mij over wat jullie aan het doen zijn met het regeerakkoord ook. Ja, klopt Thea. En ik begin natuurlijk altijd heel graag met jou enorm te bedanken en ook enorm gelijk te geven. Want jij zei, die hoofdlijnen voor het regeerakkoord, die hebben we gewoon al. Dat zijn de SDG's. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Dus daarom vragen wij het nieuwe kabinet ook om de SDG's te nemen als kompas voor het nieuwe regeerakkoord. En dat doen we in de campagne voor een duurzaam regeerakkoord. Ik zal het straks ook even in de chat zetten. Met een manifest om die SDG's als leidraad te nemen. En dan komen eigenlijk heel veel van de thema's die we vandaag besproken hebben ook al heel mooi bij elkaar. En dat komt omdat we al lang geleden begonnen zijn om heel veel goede ideeën die rondzweven te bundelen in dat manifest. Dus allerlei dingen als belastingverschuiving, dat bedrijven belasting moeten gaan betalen, het grotere vraagstuk van coherentie, de 0,7 ontwikkelingssamenwerking, bestrijding van corruptie, eerlijk loon in plaats van slavernij. Al die zaken komen al in dat manifest voor een duurzaam regeerakkoord terug. Zelfs ook bijvoorbeeld een concept als burgerberaden, want we vinden dat als we nu eindelijk een plan van aanpak krijgen voor de SDG's, waar we al 5 jaar op zitten te wachten, dan vinden we dat burgers ook mee moeten denken en vooral ook jongeren. Bij die burgerberaden hoort dan ook een hele goede informatievoorzieningen. Je stuurt mensen niet zomaar het bos in. Dus daarvoor kunnen we een mooi boek van Joris gebruiken. Verder wil ik nog even ingaan op een van de vragen, namelijk als je nou aan de SDG's wil werken, hoe zorgen we dat we alles wat er al gebeurt beter bij elkaar brengen en dat we elkaar ook beter kunnen vinden? Nou, daar hebben we het SDG Nederland netwerk voor. Dus word daar vooral partner van. Je kunt elkaar dan op allerlei manieren gaan vinden en samenwerken. Eentje is al genoemd door de Stedenbond Haarlem. We organiseren evenementen. Eentje dus op 12 mei. Heel welkom daar. Dat is een debat. En vervolgens vrij snel erachteraan op 19 mei weer terug hier op het Honk in Nieuwspoort met een bespreking van de SDG-rapportages, zowel van het CBS als ook van de overheid, als van maatschappelijke partners. Het Spotlight Report, wat net gepresenteerd is, komt daar ook in terug. Dus daar zien we elkaar dan hopelijk ook weer. En natuurlijk bij volgende SDG-cafés, Thea. Dankjewel. Goed. Dankjewel. Als je wat wil zeggen, of je denkt van, hey, ik wil ook wel even zeggen waar ik mee bezig ben, steek je hand op. En het digitale handje of je eigen hand, dat kan natuurlijk ook. Maar ik zie bijvoorbeeld ook Sint Kortman zitten van Quantbase. En jullie meten nogal verschillende dynamieken. Misschien in een minuutje, Slint, kun jij iets toevoegen met alles wat je gehoord hebt? Zeker in die hele grote verandering waar we toch in zitten, om die SDG's naar een nieuwe fase te gaan toebrengen. Hopelijk met steun van een beter regeerakkoord. Mag ik jou daarop uitdagen? Dat doe je gezellig onverwacht. Ja, dat, ik moet jullie een beetje bij de les houden. Ja, nee, dat geloof ik ook. Ja, wat wij doen is het visualiseren van data. En wij vinden dat heel belangrijk dat mensen feedback hebben, dat ze ontwikkelingen zien, dat zij... Er wordt zoveel data gemaakt. Wij zien dat overal en dat gaat niet altijd goed, om het heel eerlijk te zeggen. En wat wij doen is toch om te proberen om dat via een interactief dashboard mensen de mogelijkheid te geven om met die data te spelen. Dat is heel oneerbiedig en sommige van onze klanten zullen dat niet prettig vinden, maar ik noem het ook spelen, want dan wordt het een onderdeel van je en kan je het zien. En dat doen wij om even, ik zal in de chat 2 voorbeelden geven. Eentje is dat wij open data voor het ministerie van Infrastructuur doen we dat. Dan halen wij open data van de internationale financiële instituties halen we bij elkaar. En dat maken we 1 overzicht van. Zodat iedereen ziet welk geld gaat waar naartoe. En dat kan je uit, dat kan je downdrillen, updrillen, wat men ook maar wil. Hetzelfde doen we overigens ook zelfs met de cijfers van het RIVM.
net weer gepubliceerd. Ja. En ook daar kan je gewoon kijken wat gebeurt er per gemeente. En dan kan je, als er gegevens over SDG's zijn, het is zo'n ver van je bedshow. En waar wij, we hebben er wel eens overlegd en we hebben het ook wel eens voorgesteld, als je daar dashboards van maakt waar mensen gewoon op kunnen klikken, waar ze kunnen kijken, kunnen downdwellen, kunnen zien welke projecten er lopen, waar ze op in kunnen halen, dan kunnen mensen daar ook enthousiast en zich aangesproken voelen. Zet er wat over in de chat. Ja, ik ga de linken in de chat zetten. Ja, ik ga nog een paar namen noemen. Ik weet niet of actief Gert-Jan Cornel aanwezig is. Meld je anders even, Gert-Jan. En ik had nog iemand die ik eerder had gezien. Herman Weda. Je had ook nog een vraag eerder gesteld. Misschien kun jij erin komen. Herman? Ja, ja hoor. Ja, dat is alweer een tijdje terug. Ik had hem in de chat gesteld. Ja, maar ben je niet vergeten. Heel fijn. Het was een vraag aan meneer Voorhoeven. Hartelijk dank voor uw boek. Ik weet niet of het nog mogelijk is om te reageren. Tuurlijk, ga je gang. Het is jullie tijd. Je mag, stel je vraag. Ja, nou, ik vroeg me af, deze boodschap van 2% van het bruto wereldproduct, dat is een hele opvallende boodschap eigenlijk. En ook een hele aansprekende. En ik vroeg me af, als u één persoon zou mogen kiezen op de wereld die dit boek echt moet gaan lezen, dus deze boodschap moet ontvangen, wie zou dat dan moeten zijn? Dat is een leuke vraag. De president van China. Dat is een sterk groeiende wereldmacht. Die denkt dat hij alle juiste antwoorden op alle vragen heeft. Het is een zeer hoog presterend land. Centraal geleid kapitalisme. Een hele grote bevolking. Dus ik zou graag zien dat China op een betere manier gaat meedoen aan het voorzien van de basisbehoeften. En als ik dan nog een tweede persoon mag noemen, de premier van India, de heer Modi. India wordt het allergrootste land in de wereld. Aan het eind van deze eeuw zal India een stuk groter zijn dan China. En India heeft economische groei, maar verwaarloost nog steeds relatief de eigen armen, waar het er 600 miljoen van heeft. Nou, dat was een prachtige vraag, dus ik ben blij dat dat... wil je erop reageren, Herman? Ja, ik vraag me af wat we kunnen doen om het boek bij deze twee mensen te krijgen dan. Nou, dat... dat vind ik een hele terechte vraag. Ik kom erop terug. Graag. Ja, dankjewel. Ik zag ook Perry Willemsen zitten. En ik noem Perry even. Want we hebben het plan, het was helemaal in kannen en kruiken, om een SDG-café specifiek in Brabant te beginnen. En toen kwam corona. Maar Perry, misschien kun je er toch een minuut even wat over zeggen. Want het is goed dat het café ook... dit is een landelijk café, maar als we provinciale kindertjes krijgen, dan vinden we dat natuurlijk ook geweldig. Ja, we hebben toen in samenspraak hebben gekeken of we het SDG Brabant kunnen opstellen. We hebben nog steeds alles op de plank liggen om te gaan starten. Het eerste SDG wilden we eigenlijk heel groot uitpakken en fysiek doen. Maar nu, om eerlijk te zijn, is een minuut geleden mijn visie veranderd, omdat ik met de jonge man heb gesproken of heb horen praten. Dat ik denk van misschien kan hij wel starten om met een bepaalde online workshop te laten zien wat die allemaal kan betekenen voor ons in Brabant. Dus ik wil eigenlijk toch heel kort binnenkort met hem gaan afspreken om dat op te stellen. Want ik vond het toch wel heel leuk wat hij aangaf. Nou, kijk, het eerste partnerschap is geboren. Ja, zeker. En zeker. Jullie hebben nog een kwartier de tijd om een afspraakje te maken, hè, om een date te maken. Ja, gaan we doen. En doe dat via de chat. Kijk eens heel goed om je heen. Dat je denkt van, nou, met Marijsa of met Veronique of met Slint of met Jos of wie dan ook, wil ik nog wel eens verder praten. Doe dat, hè, want je hebt nu je kans. Nu ontmoet je elkaar. En je gaat ook niet alleen uit het café weg. Dat kan niet. Dat is natuurlijk ook weer helemaal niet de bedoeling om alleen uit het café weg te gaan. Ik wil nog één laatste kleine kans ronde geven
om vragen te stellen of opmerkingen te maken of te zeggen van, ik heb dit nodig, help mij daarmee. En ik zie Rijtse Keizer met een hard een echt handje en een geel handje. Ga je gang, Rijtse. Dankjewel, Tira. Ik wil het hebben over SDG 18. Over Money, Financial and Tax Reform. 17 is een mooi, prima getal. Het is mijn trouwdatum, maar 18 is ook een mooi getal. En er ontbreekt steeds één vakje. Er is plenty of money. Ik had het voorrecht om wat te mogen bijdragen aan het hoofdstuk in het boek, waar ik Joris mee feliciteer en ons allemaal. Maar dat plenty of money, dat stroomt naar het verkeerde punt. Het zij via corruptie, waar Abiola op inging. Het zij via belastingen, waar Joris veel over zei. En ik wil eraan toevoegen, het staat ook in het boek, via de volledig geliberaliseerde financiële markten. En wat zit erachter? Wij hebben geen economie, nee, we hebben een economie. En we moeten toe naar een oikonomie. Hoe komt het dat het geld naar de verkeerde kant stroomt? Eigenlijk omdat de rule of law, de wetgeving internationaal, ook door verdragen afgedekt, die bevat heel veel privileges voor financiële stromen internationaal. En daardoor zitten we ook in een wereld, in een economie die we kapitaalisme kunnen noemen. En we moeten die financiële wereld laten staan. Want het is een kaartenhuis en een kaartenhuis kan zomaar in elkaar donderen. Dat moeten we niet hebben. Dat is gevaarlijk. We moeten dus toe naar andere financieringsvormen, andere geldsystemen, complementair geld, parallelle geldsystemen. Er zijn voorbeelden te over of het nou de Bristol Pound is, of de Brighton Pound, of de Sardex op Sardinië, of wherever. In Zwitserland heb je al sinds de jaren 30 de Weerfrank. We moeten echt daar naartoe om los te komen van het dictaat van de financiële markten die de economie hinderen en daarmee ook de realisatie van al die belangrijke SDG's. En het is opmerkelijk dat dus SDG 18, Money, Financial and Tax Reform, ontbreekt. Maar wel begrijpelijk, want de macht van de financiële wereld, die is zo mega. Nou, dat wou ik even inbrengen. We moeten toe van economie naar oikonomie, de hele wereld. Dankjewel. Exact. Op mijn werk hebben we altijd de discussie over de business cases. En ik hoop dat we daarnaast altijd de value case zullen zetten. Maar misschien wil Joris wel even reageren. Ja, het is heel waar wat Rijtse Keizer zegt. En eigenlijk een groot gebrek in de lijst van de Sustainable Development Goals. Dat daar een hervorming van het financiële systeem. En zou ik eraan willen toevoegen, belastingssysteem niet inzet. Dat moet zeker via de VN worden toegevoegd. Alleen om de eenvoudige reden dat de financiële wereld in de huidige periode de belangrijkste sector van bedrijvigheid is geworden. En heel erg is losgekoppeld van de materiële wereld, waar het om producten en diensten gaat. Er is een hele soort bovenklasse ontstaan die de hele dag in financiële dingen handel drijft en daar winst probeert af te romen. Die slaagt er ook in met enorme bedragen. Maar die verbeteren het dagelijks leven van de mensenmenigte niet. Dus jouw punt, Rijtse, is zeer waar. En als ik me niet vergis, heb je die opmerking al een keer eerder tegen mij gemaakt en heb ik hem in hoofdstuk 6 opgenomen van dit boek. Dat we een extra SDG nodig hebben. En nog veel dank, Rijtse, voor jouw hele nuttige commentaar op het concept van dit boek. It was me a pleasure and a honor. Dat kan ik me voorstellen. Jos Walekamp, lid van de kerngroep trouwens, wil ook nog een korte opmerking maken over de finance. Over de finance. Ja, twee dingen. Eerst zou ik iedere aandacht willen vragen. Ja.
Yes. Ja? Ben ik? Ja. Ik zou allereerst ieders aandacht willen vragen voor de chat van voornamelijk ook Abiola, die een hele serie van zeer welkome en zeer waardevolle opmerkingen maakt over tax reform en corruptie en financiële zaken. Bij een volgend, we hebben een serie van SDG-cafés voor dit jaar gekozen om toe te werken naar een alternatief duurzaam regeerakkoord. En de volgende keer gaan we het hebben over plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid. En er is een sterke link daarin ook met het thema van deze keer, dat is de zijn de financiën. Wat je ziet is dat veel arme landen, met name ook in Afrika, voedsel moeten importeren, omdat hun eigen voedselproductie te gering is. En dat is kwalijk, dat kost hun deviezen. En bovendien, een productievere landbouw is ook een nieuwe bron voor werkgelegenheid, waaraan grote behoefte is met die sterk groeiende jonge werkzame bevolking. Om de productiviteit van de landbouw te verhogen, moet de overheid van alles doen. Hè. Die moet een investeringsklimaat, die moet een ondernemersklimaat stichten, die moet aan voorlichting doen, die moet infrastructuur verzorgen, die moet zorgen voor rechtszekerheid en al dat soort dingen. Maar wat ook erg belangrijk is, vooral voor al die kleine broertjes, zijn de agribusinesses, de MKB-bedrijven die boeren helpen met het verwerven van zaden, van pesticiden, van kunstmest, maar ook voor technieken om voedsel op te slaan, te vervoeren en naar de markt te brengen. Daar zijn die MKB-agribedrijfjes zeer belangrijk voor. En als die niet goed presteren, dan presteert ook de landbouwproductie van zo'n land slecht. En wat blijkt, er is veel onderzoek aangedaan, dat de grootste bottleneck, de grootste uitdaging voor die agribusinessbedrijfjes, is toegang tot geld. Er is geld genoeg, maar ze komen er niet bij. Er is een bank leent. Tonen dat je het niet nodig hebt. Alternatief van microfinanciering blijkt absoluut niet voldoende te zijn. En er is dus een gat tussen wat agribedrijven nodig hebben aan financiering en hoe ze daar aankomen. En daar kun je dus een hele grote, diepe studies over gedaan, maar je kunt ook heel simpel zeggen, hoe komt nou een bank of een financier in contact met agribedrijfjes en zodat ze elkaars taal leren spreken, dat die agribedrijfjes professionaliseren, zodat ze een boekhouding kunnen laten zien die een bank vertrouwt? En hoe kan een bank leren begrijpen wat de kansen en mogelijkheden zijn? Hè? Er is hier duidelijk een win-win situatie voor beide en het draagt uiteindelijk bij aan de hardnodige vergroting van de voedselproductie. En daar gaan we het een volgende café over hebben. Dat was alvast een mooie brug naar het volgende café. Want we gaan afsluiten. En we gaan een aantal dingen met elkaar afspreken. Natuurlijk dat u weer van harte welkom bent op het volgende café. Dus over plattelandsontwikkeling en voedsel. En het café daarna is over water, wat ook een heel erg belangrijk thema is hier in Nederland, maar ook wereldwijd. Dat is dus het drieluik wat we presenteren. Maar voordat we naar de volgende keer gaan, zou ik heel graag even met u heel voorzichtig een paar conclusies willen trekken. Dan is het altijd ontzettend gevaarlijk als er veel gezegd is. Het boek. Koopt u dat? Leest u dat? Geef het aan iedereen voor het hele jaar. Weet je welk cadeautje je moet geven aan je vriend, aan je minnares, aan je buurvrouw, aan je collega.
je geliefde, je dochter, je zoon, dit boek. Maar het moet ook, en dat gaan we denk ik misschien wel aan buitenlandse zaken vragen, om dat te laten landen bij de president van China en de president van India. Want ik denk dat dat een heel goed voorstel is. En ik vind dat je dat gewoon moet doen. En dat kan natuurlijk ook gewoon. Er is geen enkele belemmering toch om dat op te sturen. Met een aardige brief erbij. Zullen we daar een afspraak over maken, Joris? Lijkt me een heel goed idee. En het moet natuurlijk naar allerlei instanties. En er zijn er een aantal van genoemd. Maar wat ik ook, voordat het café net begon, zei ik tegen Joris, er staat zoveel in dat ik de neiging heb om iedere dag eigenlijk op social media een van die belangrijke quotes die erin staan, om die gewoon te communiceren. En als we dat allemaal doen, op LinkedIn bijvoorbeeld, dan kunnen we heel veel van die boodschappen hapklaar en overzichtelijk voor mensen ook communicatief ook heel toegankelijk maken. En dat lijkt me dus ook heel erg belangrijk. En het boek moet natuurlijk op de tafel komen van de formatie en van de formateur. Dat kan niet anders, want het is, we kunnen niet meer heen om die stand die nu echt gemaakt wordt, om, hè, wat hebben wij over voor de SDG's, maar het werkelijke geld wat we moeten gebruiken voor de SDG's, dat zit in de grijze en in de zwarte circuits. En het criminele geld en al dat geld waar geen belasting over wordt betaald. En dat is meer dan genoeg om een eind te maken aan honger en een eind te maken aan armoede. Dus dat lijkt me heel erg belangrijk. Er is een prachtige toespraak gehouden over de corruption trap. En ik denk dat het heel erg belangrijke informatie is voor iedereen die met SDG's werkt, om te beseffen hoe dat werkt en hoe je daarmee zou kunnen omgaan. Maar een grote werkelijkheid is dat er genoeg geld is om de SDG's waar te maken. Dus dat is goed, want daarmee kunnen we iets reframen. He, want het is altijd, we hebben doelen, maar het geld is een probleem. Nee, het geld is niet het probleem. Het probleem is de politieke wil en de politieke inzet. We hebben allemaal wel min of meer connecties met politiek. En daar moeten we dus echt heel erg goed op sturen. En dan moeten we het licht op laten vallen. Dat is een hele mooie, vond ik een hele mooie, bijna poëtische uitdrukking om iets aan te pakken wat hard nodig is en wat eigenlijk een grote prioriteit moet hebben in het beleid. Want het gaat inderdaad, en Veronique zei het ook, het gaat niet zo goed met de SDG's. En er is meer honger in de wereld gekomen. En corona heeft dat nog versterkt. Dus het is de moeite waard om dat te versterken. Maar dat kunnen we. En we zijn met veel. En we hebben een hartstochtelijke passie allemaal voor die Sustainable Development Goals. Dus we gaan dat voor elkaar krijgen. Deze conclusies geef ik ook graag over toch aan de coördinatoren van Buitenlandse Zaken, die nu nog steeds coördinator zijn van die SDG's, zodat ze ook goed weten en dit goed horen, dat dit onze conclusies zijn en dat ook onze aanbevelingen zijn om verder te gaan met die SDG's, waar we graag een 18e aan toevoegen, maar die in ieder geval integraal ook meegenomen kan worden. Ik wil iedereen ontzettend hartelijk danken voor de organisatie. Ik wil Joris van de bottom of my heart bedanken voor het boek. En jullie voor je deelname hier bij Nieuwspoort, maar ook digitaal. Normaal gesproken zouden we een biertje met elkaar drinken en rustig doorgaan met partnerships afsluiten, maar het is digitaal. Dus u moet uw biertje thuis drinken, maar mentaal drinken wij een biertje met u mee. En zijn we samen op weg. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Dankjewel, Thea. Tot ziens. Dag. See you next time. Hartelijk dank. En we maken een verslag. En we maken een verslag. En dat krijg je allemaal toegestuurd.